We zijn hier in de Noorse woning in Ramsungsveer en deze woning is hier in 1954 neergezet. En op deze plaats is de woning die er toen stond weggespoeld bij de verschrikkelijke ramp in 1953. Ook hier begon toen de trieste uittocht van mensen en vee. De Scandinavische landen schoten te hulp met de houten noodwoningen. Het waren bouwpakketten. Eén huis bestond uit 216 pakketjes. De woningen voldeden niet in het barre klimaat in het hoge noorden. Maar voor de slachtoffers van de watersnoodramp waren ze wel geschikt. En zelfs meer dan dat, ze waren heel luxe. Het bijzondere van deze woning is dat er een douche in zit. En dat was voor die tijd, 1954, heel uniek. Want? In 1967, toen ik 10 was, zat ik nog echt nog in een tuil. Dus dan hebben we het over 13 jaar later. De Noorse woning wordt sinds 2008 niet meer bewoond. Het dreigde gesloopt te worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Het Veerse erfgoed wist daar een stokje voor te steken en de belangstelling te wekken van het Openluchtmuseum in Arnhem. Als het nodige geld, zo'n 1 miljoen euro, bij elkaar gebracht wordt, wordt het huisje in 2012 in Arnhem weer volledig opgebouwd. Jammer dat het hier weggaat, maar heel blij dat het behouden blijft. Want als het niet weg zou gaan hier, zou het er over een week of drie niet meer zijn. Nu blijft het behouden voor de generaties na ons.